De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Beste mensen, vandaag vieren we met elkaar de opening van de mijnmaand in onze parochie. We zullen straks na de festiviering het beeldje van Maria, stoel der wijsheid, weer terugbrengen in processie naar haar vaste plaats in de kapel aan de Bosweg, de Mariakapel. De meest bijzondere gebeurtenis die aan Maria, stoel der wijsheid, wordt toegeschreven, die dateren al van voor 1614. Beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. We willen met het oog op ons jubileum. En ja, waar zouden we een vaandel kunnen laten maken? Na wat navraag in ons eigen land en de omgeving hier in West-Europa, dan zou zo'n vaandel al gauw tussen de 10 en de 15.000 euro moeten gaan kosten. Nou, dat geld, dat heeft zelfs de blauwe schutting. En toen was de vraag van, hoe zouden we dat kunnen oplossen? En toen heb ik geopperd, ik weet dat ze in Ghana misschien wat meer kunnen als in West-Europa. En ik ging daar weer naartoe, zoals wij als MOV dat al 22 jaar doen, steeds naar dezelfde plek. En met die mensen heb je inmiddels een relatie. En daar hebben we de vraag voorgelegd. En het toeval wilde dat degene die het altijd voor ons maakte, die waren inmiddels gestopt. Die zusters daar waren te oud geworden. Maar ze stuurden me naar een nieuw project. Een project dat gerund wordt door een Ghanese priester. En die met name de meisjes die op de straat leven en eigenlijk veroordeeld zijn tot prostitutie, die vangt hij op samen met hun kinderen. En die krijgen in dat project de kans om een vak van naaister te leren. En het borduren van een vlag is natuurlijk iets anders dan een vlag naaien. Vandaar dat die priester tegen mij zei van, we hebben nog enkele jongens die het vak van borduren meester zijn. En we zullen wel eens kijken wat we kunnen doen. Ik zei ja, maar wij willen wel graag weten, we komen uit Holland. We willen wel weten wat het gaat kosten. En ze zei, ja, dat weet ik niet. Ik zei, ja, maar dan is het moeilijk om een opdracht te geven als we niet weten wat het kost. Nou, zegt hij, kom volgende week maar terug, dan weet ik het misschien. Misschien, hè. Dus die week erop ben ik weer teruggegaan en de vraag gesteld van, heb je al helder wat het gaat kosten? En toen noemde hij een bedrag waar ik van verschoot. Niet in de negatieve zin dat het zo duur was, maar meer in de zin van, dat kan eigenlijk niet voor dat geld. Maar ja, ik ben Hollander, dus ik hield mijn mond dicht. En na een half jaar, want hij dacht wel dat je een paar maanden nodig zou hebben. Nou weet ik, als ze in Afrika zeggen een paar maanden, dan mag je gerust op een half jaar rekenen. Maar na een half jaar zijn wij weer teruggegaan in verband met een ander project wat we moesten afronden. En toen zijn we meteen naar het project gegaan en gevraagd van, is het klaar? Nou, het was klaar en u ziet het resultaat. Het is een prachtig vaandel geworden wat eer doet aan het gilde en waarvan ik hoop dat het weer vele jaren mee kan gaan. We hebben de kosten betaald, we hebben ze een flinke fooi gegeven, waardoor de priester daar, die 40 meisjes die daar met hun kinderen door die zaal heen lopen, want je snapt niet hoe het kan, maar het werkt, die kunnen daar, die krijgen eten, drinken en ze leren hun vak. En op die manier zijn die kinderen weer gered van een wisselondergang als prostituee in een grote stad. En dat is wat het gilde in ieder geval die kans die meisjes geven en wat wij als MOV steeds proberen om de krachten bij de mensen zelf neer te leggen
en die ook zelf tot ontwikkeling te brengen. Desover de vlag. Dan mag ik Jos van den Heuvel uitnodigen en die zal iets vertellen over de nieuwe uniformen. Onze uniformen die we hadden, de lichte blauwe, die zijn ooit ontworpen in 1948. En in 1949 hebben ze voor de eerste keer gedragen op het landjuweel in Vught. En tijdens dat landjuweel, waar alle gilders van Nederland waren op dat moment die er in Nederland waren, mochten wij de ereprijs in ontvangst nemen. Dat was zelfs een gouden schild geschonken door prins Bernhard. Zo'n mooie uniform hadden wij. Daar zijn we ook altijd heel trots op geweest. Maar op een gegeven moment moet je een keuze maken. We bestaan volgend jaar, volgens onze geschriften, 700 jaar. En volgend jaar gaan we dus in Aalrichs een gildefeest organiseren. Bij ons op en rondom het Rijn. Bij u allen wel bekend, neem ik aan. En we moesten op een gegeven moment aan nieuwe uniformen, omdat de laatste uniformen echt aan het verslijten waren. Wat gaan we doen? Gaan we echt helemaal iets nieuws bedenken? We hebben een kledingcommissie bij elkaar gezocht onder onze leden en onze dames. Daar zat ook een jeugdlid bij. We hebben sinds dat we dames bij het gilde hebben ook de keuze moeten maken. Die moeten ook een mooi uniform hebben. Er is er op dit moment eentje bij, Renke Evers. Die heeft ook een prachtige jurk aan, allemaal in dezelfde kleuren. Voor de jeugd hebben we gekozen om niet het volwassen uniform, om het zo even te noemen, te dragen, maar de mogelijkheid te bieden om een colbertjasje te dragen in dezelfde kleur en een gewone lange terlengebroek, als ik het zo mag noemen. De keuze laten we een beetje vrij. En waarom? Omdat het steeds moeilijker wordt om leden bij het gilde te krijgen. We hebben ook regelmatig wel eens mensen gevraagd, dat zou wel iets voor jou kunnen zijn. Ja, het zou best kunnen zijn, maar de pak van jullie vind ik verschrikkelijk. En daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. We hebben het niet voor niks 75 jaar gedragen. We zijn er zelf altijd heel trots en heel fier op geweest. Ook binnen ons gilde, toen we gingen stemmen van er is een nieuw uniform ontwikkeld. Bij de eerste vergadering overigens was ik zelf helemaal om. Ik zat ook in de kledingcommissie om toch het blauwe, het Onze Lieve Vrouw te beschermen. Dat we dus geen gekke dingen gingen doen. Maar na de eerste vergadering was ik zelf helemaal om met het ontwerp wat er dus nu uit voort is gekomen. En tijdens de jaarvergadering dat we gingen stemmen, zijn echt alle leden opgeroepen van kom, want het is belangrijk. En we gaan stemmen over het nieuwe uniform. We hebben zelf een proefpak gemaakt, onze dames. En we werden gewoon, ondanks dat er mensen zijn die het jammer vinden dat we helemaal overstag zijn gegaan naar nieuwe uniformen binnen ons gilde, 100% voorgestemd. En we zijn er dan ook heel blij mee dat we nu in dit uniform voorlopig weer hier in Aalrichs op mogen treden en natuurlijk ook in de verre omgeving. We hopen, als het uniform met het probleem is geweest om bij het gilde te komen, maar dan roep ik toch alle Aalrichsenaren en alle Laarbeekenaren op om eens na te denken om bij de gilders in Laarbeek weer lid te worden. Het is heel belangrijk dat we proberen die volgende 700 jaar ook weer vol te maken. Dan gaan we zelf niet meer leven, maar doe je best, beste mensen. Daarom hebben wij deze keuze gemaakt en we hopen dat het bij mag dragen aan nieuwe ledenwerving. We gaan er alles aan doen om voor alle gilders in Laarbeek natuurlijk te proberen om te blijven bestaan, dat is het belangrijkste. De huidige tijd is het heel moeilijk. Dat wat betreft deze uniformen. We gaan ze neem ik aan zo meteen inzegenen. Dan wil ik al onze gildebroeders vragen om hier rondom de gildevlag en rondom de scherp te komen staan. En dan zal alles ingezegend worden, ook het nieuwe gildevaandel. En Ton heeft net al een heel mooi verhaal verteld over het gildevaandel. Zelf heeft ook, even excuus Ton, ik weet niet precies wat je het noemt, wat je aan hebt. Maar jouw tenue staat precies dezelfde Maria op als op het gildevaandel. Die heeft hij in dezelfde periode ook in Ghana laten maken. Dus helemaal geweldig Ton. En samen met Henk van Eindhoven, die zijn daar naartoe geweest. Wat jullie dit voor ons hebben klaar weten te spelen. We zijn er heel trots op en zullen het heel fier en met heel veel trots dragen. Dankjewel.
Het is eerst de bedoeling dat we alle sjerpen die alles gezegend is om gaan hangen. Ik hang hem allereerst om bij onze koning en de koning zal alle leden de sjerp omhangen. Dan nemen wij weer plaats en kan het verder gaan. Dankjewel. Thank you.
de Mariakapel gaan we natuurlijk ook weer ons lied zingen. Even voor de duidelijkheid, de harmonie die speelt 4 maten vooraf. Thank you.